gebeurt je net alle dagen dat je vregen worden van wil je even een klokkenstoel restaureren? Nee, ik bedoel, dat is voor uw soort bedrijven weer dat dus eenmalig om zij iets te meten. Dus dat ben ik heel uniek om ja, je maar uitvinden. Hoe moet ik zij iets in me kwam zetten? De oorspronkelijke is helemaal op tekening gezet. En de nieuwe precies weer nieuw maken. En de bestaande kappen is er weer opgekomen. Dus alleen de poorten zijn, maar die zijn al jaren vernijd. Het is al jaren handwerk. Het is alleen met pen en gat, neem ik aan. De pen en gat zit al in me kwam en alles weer met houten deugels in me kwam zet. Ja, precies. Krekkelijk is dat vroeger weer. Het enige verschil is vroeger weer van grenenhout. We hebben nu van huthout, van billingenhout gebouwd. Dus ik kan nog wel 50 jaar mee. Er is net een nieuwe fundering onderkomen. De oorspronkelijke fundering dat is gewoon van zwerfsteen. Hoe groot dat ze zijn, weet ik niet, want die zit al hier ondergrond. Met de restauratie hebben we de stenen klippen onderzet. Dat dus, het hout wat verder van de grond nou is. Smit Bekema die had dus het ijzerwerk al verzwargen voor de ophanging van de klokken. Het mocht net meer let worden omdat het te gevaarlijk was, omdat het alles verraden was. Dus, en de kerk zelf die hadden er genoeg geld voor volgens mij. En toen is er een stichting voor in het leven geroepen. En die had ervoor zorgen dat het geld er al hier op tafel kwam. Terug met mijn subsidies. En stichting Behoud Klokkenstoel Wijnbouwers, zo heette het denk ik volgens mij, die stichting. Het zeer wel ter stand kwam, denk ik, terug middelen uit het dorp zelf. En ben zeer wel zeer onwestwijs om het geld. Maar waarom ben je eigenlijk klokkenstoel in het leven op? De meesten die zeiden, nou ja, er werd te weinig geld om die klokken in goede toer in het kerk te zetten. Dat werd gewoon uit pure jaarmoed. Dat is hier in Zuidoost-Friesland. Die klokkenstoel eigenlijk hier in Zuidoost-Friesland.